Oké, jongens. Good luck. Tot straks, hè. Ja, hopelijk. Tot zo snel mogelijk. Pompje? Ja. Oké. Okay. Yo. Vandaag nog 22. Fietsen vanuit Alta naar Munio. Het is wel vrij mistig, maar Peter iets voor me. We zijn samen over. Frank die rijdt nu de bus. Chauffeur Tom die trok het niet meer. Fysiek. En misschien ook wel mentaal. We zijn nog met z'n tweeën over. We maken er toch gewoon helemaal af. Helemaal naar Sparta. Dus fietsen nou weer naar Finland terug. Gisteren een hele pittige dag gehad. Bijna 230 kilometer gefietst. Dus we hebben een marge van 40 kilometer nu op het schema. Lopen we voor. Eventuele andere tegenvallers op te kunnen vangen. Wat ga jij doen? Ik ga even plassen. Jij gaat even plassen. Nee. Het is ook een soort ritueel. Ja, precies. 110 kilometer even plassen. Zeker 's ochtends. Ja, ja. Oude mannenblaasje, hè? Ja, ga je dat krijgen? Ga je dat krijgen? Dan ga je dat krijgen. Hey, maar ik zie daar een peetje van plassen, dus dat komt wel goed uit. Nou, dan gaat het goed. Ja, hij begint. Over 100 meter gaan we een klimmetje. Dat ziet er zo uit. We moeten dus even aan de bak. Maar gaan we gewoon doen. Ja, mooi fietsen, Mark Peter. Yeah. Kijk eens even, joh. Er komt een zonnetje ook. Wordt gewoon weer een topdagje. Ik zal meteen weer gaan spieren. Ja. Zo, koffiemomentje. Echte Rotterdamse koffie, hè? Hey. Rotterdamse koffie. Rotterdamse koffie. Deze prachtige plek op aarde. Gewoon van Linksveld koffie, Berkel en Rode Rijst. Echt top koffie die ons iedere dag weer er doorheen sleept. Geweldig! Lekker bakje doen. Dan zitten wij even heel kort te pauzeren om wat energie op te doen. En werden we geconfronteerd met dit fenomeen. En wij kwamen er zelf niet uit. We hebben het geproefd. Het had een hele aparte smaak. Maar Mars-Peter, jij weet het antwoord, hè? Wat is het? Het is bruine kaas. En dat is typisch Noors product. En het smaakt prima. Zeker nog, lekker. Oké, okay, nou, helemaal duidelijk. Dus de quizvraag, brown cheese. Ja, deze tocht blijft vol uitdagingen zitten. Hadden we gisteren natuurlijk dat de chauffeur was uitgevallen. Frank gestopt met de poging. En die zit nu achter het stuur. Maar Peter en ik, wij gaan nog voor de wereldrecord. Sparta op deze afstand. Op deze etappe met al die berg. En... alleen vanochtend was er weer een andere uitdaging. De sleutel van de bus was weg. Dus ik heb nu mijn tandenborstel bij me. Want het is sleutel niet meer gevonden. Dan moet die reservesleutel worden toegestuurd. Per express met DHL en vliegtuigen. En twee keer overstappen en weet ik veel wat allemaal nog meer.
En dat betekent dus dat, dat wij vanavond zonder bus, zonder tent, zonder schone kleren. Alleen één klein shirtje heb ik bij me. En zonder schoenen ook. Misschien is dat wel wat lastigste. Dat altijd op die wielrenschoenen lopen. Gaan we overnachten in een cabin. Gaan we dan maar huren. Dan kan ik in ieder geval mijn tanden poetsen. Dus het begint steeds een steeds beter verhaal te worden, deze Spartaanse tocht. Hoe zit dat met die sleutel? Kun je dat mag ik kopiëren? Ja, iedereen ontzettend bedankt voor de mooie boodschappen vanochtend. Toen we 2 uur naar de sleutel hadden gezocht. En niet konden vinden, zijn we toch maar, Mark, Peter en ik, fiets gestapt om de etappe te beginnen. En ja, dan doet het je heel goed als je zo'n, plastic tafelkleed ziet met al die mooie boodschappen erop. Dan, dat sterk je wel echt. Dus dank daarvoor.